In oktober gaan we op studiereis naar Zuid-Afrika. En we zoeken daar onder andere het township in Kirkwood, bij Port Elizabeth. Waar zo'n 300 kinderen tussen de 3 en 6 jaar elke dag een maaltijd krijgen. Die ze anders niet krijgen op die dag. Bijzonder is natuurlijk dat wij daar rondgeleid gaan worden door Diederik Wismeijer van Encozy Foundation. We hebben hem vorige week ook hier ontmoet en ik ken hem al een jaartje of 48. Kinderen in Zuid-Afrika meehelpen. Doneer dan alsjeblieft een bedrag. Bedankt alvast.